Goedemorgen, dames en heren. Hartelijk welkom hier aan de Leidse Kade. Dit is een vrolijk moment. Ik stond vanmorgen op en ik dacht, yes, hij gaat erin vandaag. Een lang gekoesterde wens van de watersport, de roeivereniging, maar ook van ons als gemeente. We investeren veel in de aantrekkelijkheid van onze gemeente, in het Nieuwedam Centrum. We vinden het heel belangrijk dat we verbindingen maken tussen water, cultuurhistorie en economie. Nou, deze aanlegstijger, een drijvende aanlegstijger met stroompunten, is daar een heel mooi voorbeeld van. Want doordat we deze stijger maken, kunnen boten aanleggen, kunnen ze genieten van alles wat Leidschendam Centrum te bieden heeft. Kunnen ze genieten van het Nieuwedam Centrum, daar wat voor pozen en vervolgens hun vaartocht voortzetten. Dus al met al een hele belangrijke impuls voor Leidschendam Centrum en voor ons als gemeente. En dat versterkt ons karakter als aantrekkelijke groene woon- en werkgemeente, want we mogen de economie zeker niet vergeten. Deze stijger is niet zomaar gekomen. Hij gaat er zo in en hij is binnen een week ligt hij helemaal in het water. En dat is een hele opgave, want nou, volgend weekend zijn de vliedagen. Het is natuurlijk fantastisch dat hij er dan ligt. 140 meter stijger. Er staan hier drie hele grote vrachtwagens die dat straks gaan doen. Ik ben daar zelf heel erg blij mee en ik wil een paar mensen bedanken. Ik wil de watersport bedanken. Voor het constructief meedenken over hoe die stijger eruit zou moeten zien. Jullie zijn tenslotte toekomstige gebruikers en het is ook de nieuwe bestuursstijl van het college om de kennis uit de stad te gebruiken bij de dingen die we doen. Tenslotte moeten jullie straks aanleggen en moet het allemaal ook goed functioneren. Zeer veel dank voor jullie inzet en betrokkenheid en dat waardeer ik zeer. Zeer veel dank aan de ontwerper, aan de bouwer van de stijger, want nou, er is heel veel overleg geweest, dat was toch allemaal even passen en meten. Zeer veel dank aan de provincie, want de provincie is beheerder van het Rijn-Schiekanaal. En we hebben heel constructief overleg gehad over deze stijger. Het is ook een belangrijke vaarroute, dus er zijn allerlei belangen waar we dan rekening mee moeten houden. Zeer veel dank Arjan aan jouw afdeling voor het meedenken. En ook voor de financiële bijdrage in dit project, want we betalen hem samen. Dus ook daarin zit een mooie verbinding en een mooie samenwerking tussen gemeente en provincie. Ik denk dat we daar heel blij over kunnen zijn en zeer veel dank daarvoor. Tot slot, zeer veel dank aan mijn medewerkers. Want zonder jullie zouden wij hier vanmorgen niet om 8 uur hebben gestaan. En nogmaals, het was alles waard om hier vanmorgen vroeg voor uit mijn bed te komen. Maar zonder jullie was het ook niet gelukt. Dus heel veel dank daarvoor. Ik weet, Paula is onze projectleider voor de Venenstraat. En ook voor de Venenstraat is dit een belangrijke voorziening, want het is onderdeel van dat project. Ik weet dat je er heel hard aan getrokken hebt. En het ging niet zonder enige rimpeling in het water, zal ik maar zeggen. Af en toe waren het wel scholven, maar we hebben het gered. En compliment aan jou voor je inzet. We gaan hem zo te water laten. Alle projectmedewerkers natuurlijk ook. maar in de persoon van Paula. We gaan hem zo te water laten. En ik hoop oprecht dat hij elke dag vol ligt. Dat iedereen daar gebruik van gaat maken. Dat ik de roeiboten ga zien die weer goed kunnen aanleggen. Want voor jullie is het ook een hele belangrijke voorziening. Ik heb er alle vertrouwen in en ik denk echt dat dit bijdraagt aan een nog aantrekkelijker gemeente. Ik zou zeggen, geniet ervan straks, want daar is het voor bedoeld. Dank jullie wel. Toch een kwartier is het berg.